Goedenavond, Eindhoven. Ik ben Puk Steenbergen van Fontys Eindhoven en ik wil eigenlijk beginnen met een korte vraag aan u. Zijn er vanavond mensen aanwezig die dagelijks medicijnen gebruiken? Laat even handen zien, diegene. Valt op zich nog mee. Op de dag van vandaag gebeurt het dat mensen vroegtijdig in een verzorgingstehuis terechtkomen doordat ze moeite hebben met het gestructureerd innemen van hun medicijnen. Het is natuurlijk in alle opzichten zonde dat mensen in deze tijd om reden als medicijngebruik niet langer zelfstandig kunnen blijven wonen. In Nederland zijn ontzettend veel mensen die dagelijks medicijnen nodig hebben. Mensen van alle leeftijden en om allerlei redenen. Vanavond zijn er dus ook mensen aanwezig die dat kunnen bevestigen. En ik weet zeker dat die mensen mij kunnen vertellen hoe vervelend het kan zijn om dagelijks met die medicijnen bezig te moeten zijn. Om nog maar niet te spreken over de risico's die kunnen ontstaan wanneer een dosis vergeten wordt of wanneer een overdosis wordt ingenomen. Daarvoor heb ik samen met twee medestudenten van Fontys Eindhoven een oplossing bedacht. De gepersonaliseerde medicijncapsule. U raadt het al, een gepersonaliseerde capsule die een gepersonaliseerd medicijn bevat. Het gaat om een kleine titaniumcapsule die onderhuids wordt aangebracht, die gereguleerd medicijn afgeeft aan het lichaam, naar de behoeften van de persoon. En wanneer de capsule leeg dreigt te raken, kan deze gemakkelijk hervuld worden. Het zal dus niet langer nodig zijn om dagelijks met medicijnen bezig te zijn. En ook begeleiding daarbij wordt overbodig. Bovendien zijn alle risico's omtrent medicijngebruik om zeep geholpen. De gepersonaliseerde medicijncapsule. Hij zit op zijn plek, hij doet zijn werk en hij maakt het voor iedereen een stuk draaglijker om medicijnen te gebruiken. Dank jullie wel. Puk, het kan zijn dat ik het heb gemist, maar je zegt hij zit op zijn plek, hij doet zijn werk. Op welke plek zit hij dan? Ja, dat kan op verschillende plekken in het lichaam zijn. Wat per persoon makkelijk is. Iemand wil hem onder de arm hebben of iemand die zijn armen weer heel veel nodig heeft, die zegt ik wil hem op mijn been hebben. Kan van alles zijn. Maar voel je dat dan? Want het zit dan aan de oppervlakte, neem ik aan. Ja, we zijn natuurlijk nog in de beginfase, maar uiteindelijk zal het inderdaad aan de oppervlakte van de huid komen. Dus je zult het wel voelen. Maar ja, het is natuurlijk de bedoeling dat de capsule zo klein mogelijk wordt. Ja. Want jij weet dat er de pil voor vrouwen, die kan je ook hier een of andere staafje laten zetten. Ja, die lost geloof ik volledig op, of niet? Ja, ik heb geen flauw idee, nog nooit gedaan. Ja, nee. Ik heb een andere vorm. Ja. Maar wat ik me dan wel afvraag. Ik heb dat namelijk wel eens gezien bij iemand. En toch zit je de hele tijd zo een beetje aan. Je ziet het ook. Dat lijkt me heel gek. Ja, dat zal even wennen zijn. Maar ik denk dat desalniettemin het een hele fijne oplossing kan zijn voor mensen die dagelijks medicijnen moeten gebruiken. En ik zeg al, je kan een plekje uitzoeken waar je het minst lasten van hebt. Ja, onder je voet. Dat lijkt me niet fijn. Dankjewel.